Ja. Good morning. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Op donderdag voormiddag stond SFV de voorlaatste keer op het oefenveld voor de seizoensopener op Sporting Lokeren. Hoog tijd om kersvers kapitein Davy Defoe er even bij te halen. Davy, na 10 jaar Nederlands eindelijk te bewonderen op de Belgische velden. Hoe heb je het voorbije decennium de Belgische competitie gevolgd? Nou, vooral via tv. Ik ben altijd in België blijven wonen natuurlijk. En nou ja, dat is een stukje gemakkelijker om Belgisch voetbal te volgen. Maar ja, af en toe ook wedstrijden bekeken. Vooral in de buurt waar nu Henk woonde, veel wedstrijden van Henk gaan kijken. Een paar keer standaard gevolgd. En leuk om al die wedstrijden te zien. En zeker als Henk afgelopen seizoen kampioen werd. En je was er dan bij die wedstrijden. Dat zijn toch wel leuke momenten om te kijken. En opeens speel je dan bij SV Zulte Waregem. Hoe kijk je uit naar die eerste wedstrijd op Lokeren? Ja, enorm veel zin erin. De voorbereiding zit er eindelijk op, zullen we zeggen. En ja, natuurlijk heel veel zin erin om met Zulte Waregem aan het seizoen te beginnen. En ja, uit bij Lokeren. Dus het zal zeker niet gemakkelijk worden. Maar we gaan er vol tegenaan. Uw ervaring die u heeft opgedaan bij Roda en bij Sparta Rotterdam zal ongetwijfeld van groot belang zijn voor deze jonge groep. Nou ja, ik zal het proberen. Ik zal gewoon mezelf ook blijven. En probeer de jonge gasten vooral op de juiste manier te coachen en sommige dingen bij te leren. Maar ik zeg het, in het veld zijn de jongens die ervaring hebben en die zullen die ook moeten gebruiken. En vooral als de competitiewedstrijd begint, de wedstrijd zelf, dan moet die ervaring toch een stukje naar boven komen om misschien op het juiste moment die nul te houden. Zoals afgelopen wedstrijd die we zondag nog de 1-1 tegenkrijgen in de laatste minuten. Ja. Eigenlijk zou dat niet mogen gebeuren, dan moet je gewoon terugzakken. En daar hebben we weer uit geleerd en kunnen we meenemen in de competitie toe. Maar het vertrouwen van de coach is alvast groot. Dat bewijst de recente benoeming tot kapitein van Davy Defoe. Ja, inderdaad. Vind ik ook best snel. Is voor mij ook allemaal een beetje nieuw, de groep ook nieuw. En leuk dat ze heel veel vertrouwen in me hebben. En dat ik ook snel aanvaard ben door de groep, dat is ook altijd heel belangrijk. En allemaal positief nieuws zou ik zeggen. Mag ik zeggen dat Darij de Nederlandse school heeft geïntroduceerd hier op Waregem? Nee, dat mag je helemaal zeggen. Zeker. Ik denk dat alles naar het Nederlands toe gegaan is op dit moment. De trainingen, ook buiten de training, de mentaliteit. Ik denk dat het heel veel Nederlandse mentaliteit is. En, ja, gelukkig heb ik dat al 10 jaar mogen meemaken en ben ik toch blij dat ik voor een stukje hier ook terug zie. Naast Davy Defoe maakt ook trainer Darije Kalisic zijn debuut in de Jupiler Pro League. Samen met SCV-TV blikt de Nederlander even vooruit op de partij van aanstaande zaterdag op Dagnam. Darije, de oefencampagne was geslaagd. Hoe kijk je erop terug? Ja, tevreden. En, kijk vooral naar de spelersgroep en kijk ook naar de ontwikkelingen binnen de club. En ik vind dat echt iedereen zijn ontzettend best heeft gedaan om stappen te maken welke wij hebben gemaakt. Hoeveel binnen de club, zoveel ook binnen het team. Als ik praat over mijn spelers en over technische zaken, dan ben ik uiteraard ook tevreden. Want ik heb een gretige groep gezien die elke dag gewoon echt hard wil werken en beseft dat gewoon echt nodig is om stappen te gaan maken in technische zin. Ja. Is de kern klaar voor zaterdag? Ja, dat is afwachten natuurlijk. En met dingen wat we tot nu toe hebben gedaan, zijn we best tevreden. In de wedstrijd tegen Olympiakos hebben we dat ook allemaal teruggezien. Maar ja, er zijn zoveel facetten nog binnen het team waaraan gewerkt moet worden. Want je kunt dat niet in 4-5 weken gewoon compleet neerzetten. En daar moeten we gewoon nog aan stappen maken natuurlijk. Maar wat we tot nu toe hebben gewerkt, vind ik wel dat, uh,
dat we goed hebben gedaan. Verwacht u iets speciaals zaterdag? Nee, ik verwacht niks speciaals. Het is, het is wel een andere voetbalopvatting dan in Nederland. Maar dat is ook normaal en dat weten we. En vanuit die ooghoek en vanuit die aspect hebben we ook gewerkt binnen het team. Want spelers zijn ook anders opgeleid dan in Nederland. Dus dat zijn normale dingen. Voor de wedstrijd zelf verwacht ik persoonlijk niets speciaals. Alleen, ik heb nooit uit bij Lokeren gespeeld. En, dus wat dat betreft ben ik wel benieuwd naar. Kent u het team, Lokeren? Ja, inmiddels kennen we wel tegenstander. En inmiddels ook tegenstander geanalyseerd natuurlijk. Dus ik heb veel wedstrijden ook gezien in de afgelopen 2 weken. In de oefencampagne van eerste klasses in België. Dus, langzaam maar zeker begin ik wel daar op de hoogte te komen. Ja. Is er blessurenieuws voor zaterdag? Nou, blessures zijn met name blessures die we van vorige seizoen hebben overgenomen. En dan praten we over Habib en praten we over René Sterks die nog niet 100% is. En dat zijn dingen waar wij mee zitten en Teddy Chevalier is ook nog niet 100%. Ja, ook blessure toen die binnenkwam. Tijdens de voorbereiding van vakantie, last van zijn enkel. Maar oké, die is ook goed op weg terug. En Skulason ook van vorig jaar. En die heeft problemen met de knie gehad in het laatste interlandwedstrijd met IJsland. En die is nu nog niet hersteld. Dat is zeer jammer. Daar gaan we aan werken om zo snel mogelijk dat we elkaar krijgen. En voor de rest, ja. De groep met wie zijn we begonnen voorbereiding doet wel goed.